Wethouder Roeland van der Schaaf overweegt de invoering van een woonplicht. Bij een woonplicht moet de kopende partij ook daadwerkelijk in de gekochte woning gaan wonen. De woningmarkt staat zwaar onder druk. Veel verkochte woningen komen in handen van beleggers, grote maar ook kleine, die de woningen voor veel geld verhuren. Dat drijft de huur- en verkoopprijzen op en gaat ten koste van starters en mensen met lage inkomens. De woonplicht is een idee wat al eerder in de gemeenteraad geopperd is door de SP-fractie. Die heeft er al een keer op gewezen. En een woonplicht gaat eigenlijk van het idee dat je, als jij hier een woning koopt, dat je er ook zelf moet gaan wonen. En dat is eigenlijk het idee om te voorkomen dat, en dat zie je op dit moment echt een probleem in Groningen, dat eigenlijk alle vrijkomende woningen, of een heel groot deel van de vrijkomende woningen, worden opgekocht door beleggers, kleine, grote, die het vervolgens tegen een behoorlijk hoge prijs gaan verhuren. En ik vind dat een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Het gaat maar door. We hebben in Groningen best wel wat maatregelen genomen, maar blijkbaar is het nog niet voldoende. Ja, en wellicht kan een woonplicht daarbij helpen. Ja, heel goed idee. Vooral voor het centrum van Groningen, waar 7 op de 10 woningen worden opgekocht door commerciële beleggers. Daarvoor zijn vooral huurders en starters de dupe. Dus ja, heel goed dat de wethouder in navolging van de SP met een voorstel komt om een woonplicht in te voeren. Een woonplicht is een vergaande maatregel. Het kan ook niet zo doorgaan. We zitten in een situatie waarin we eigenlijk de grip op onze woningmarkt volledig aan het verliezen zijn. En we hebben tegenwoordig eigenlijk niet meer over volkshuisvesting, eigenlijk alleen maar over de woningmarkt. En een woning is toch meer dan een markt. Een woning is niet alleen maar een plek om geld mee te verdienen. Een woning is een plek waar je leeft, waar je tegen een nette prijs moet kunnen huren of waar je zelf gewoon eigenaar van kan zijn. Dat is goed voor de binding in een wijk, in de binnenstad. Het zorgt ervoor dat wij zelf grip houden op onze eigen leefomgeving. Ja, en dat dreigt nu wel een beetje behoorlijk te verdwijnen in een rap tempo. Ja, en dat vraagt misschien inderdaad wel om onorthodoxe maatregelen. Zonder hulp van het Rijk lijkt het moeilijk om een woonplicht te realiseren. Als je echt wil ingrijpen in de woningmarkt, kunnen wij lokaal heel wat doen, maar je ontkomt er niet aan. Den Haag moet bepaalde dingen doen. Den Haag zou moeten beginnen met die verhuurdersheffing afschaffen, waardoor woningbouwcorporaties weer een stevigere positie kunnen innemen in het vastgoed in Nederland en daarmee in het wonen. Den Haag zou ook de fiscale bevoordeling moeten stoppen van allerlei particuliere beleggers. De overdrachtsbelasting bijvoorbeeld voor verkoop aan een belegger, die is nu ook 2%, net als je van eigenaar naar eigenaar gaat, verhoog hem desnoods naar 20%. Dat zijn maatregelen die Den Haag kan nemen, die ze bij wijze van spreken morgen kunnen nemen. En die zouden echt steden als Groningen en ook Amsterdam enorm helpen. Het kan wel goed voor nieuwbouwwoningen. En daarom zou de SP er ook op willen aandringen om in navolging tot een woonplicht, om ook een verhuurverbod in te voeren voor het centrum van Groningen. Dat betekent dus dat je uiteindelijk alleen maar een woning kan kopen als je er ook echt zelf in gaat wonen. Dat zorgt ervoor dat commerciële beleggers de wind uit de zeilen wordt gehaald. En daar zullen we vast hulp voor nodig hebben van het Rijk. Maar we gaan er ook vanuit dat de wethouder na een jaar, want een jaar geleden kwam de SP met dit voorstel, nu ook echt aan de slag gaat. En daarmee druk op voeten bij het Rijk.